Geef het eens een keer. Ik zie ook helemaal niet. Jij herkent dus helemaal niet meer. Je weet niet eens over welke serie jij bent. Welkom bij het YouTube-kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina en mij kan je kennen van mijn YouTube-kanaal Christina K. En mijn naam is Robin. En ik denk dat jullie mij misschien kennen van mijn Instagram, Robin Singles. Vandaag is het weer tijd voor Action Unboxing. Maar vandaag doen we het een heel klein beetje anders. Want vandaag gaan we dus allerlei carnavals-outfits passen en bekijken. Het is een soort kledingshoplog try-on unboxing. Dus ik weet het ook niet helemaal precies. Ik ben super benieuwd wat er allemaal uit... Ik ben ook benieuwd. Vier jaar eigenlijk wel eens carnaval? Nee, ik heb het nooit gevierd. Ik ook jij? Niet. Nee, ik ook niet. Ik kom uit Amsterdam. Ja, ik uit Groningen. Ja. Dus dat is voor mij al helemaal. Het is toch iets van Brabant? Ja, dit is Brabant, ja. Toch? Ja. Ja. Wat vieren ze dan eigenlijk tijdens carnaval? Ik heb altijd een beetje het idee dat het een hele lange koninginnedag is voor die mensen. Gewoon vier dagen lang helemaal gekkigheid en gekke outfit. Wat doe je inderdaad aan? Ga je echt als vrouw zijn helemaal sexy? Of ga je ze helemaal gek? Nee, denk ik niet. Je gaat toch helemaal kleurrijk en zeg maar, je ziet er dus eigenlijk niet uit. Nee, jawel. Heel gezellig, vrolijk. Ja, gezellig, maar niet wat je aan zou doen om... Oké. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie carnaval vieren en waar jullie dan vandaan komen. Laat even in de reacties achter. Oké, nou, ik zeg laten we ons verrassen en we zien het allemaal wel. Kijk, ik ben ook benieuwd. Laten we gaan kijken. Robin, aan jou de eer. Het is jouw eerste Action Unboxing, dus jij mag als eerste gaan grabbelen. Wat is dit? Is dat een luie? Nee, wat baby. Is dit? Oh, kijk. Nee, het is een luier. En dan met zo'n fles. Dat is wel heel geestig, hoor. Ik ga stuk. Ja. Oh mijn god, kijk deze speen dan. Heb jij ooit zo'n grote luier gezien? Nee. Doe jij hem even aan? Nee, doe jij eens even lekker zelf aan. Dit is echt een luier voor... Nou, ik denk dat dit er niet eens pas. Jawel, joh. Dit is gewoon voor volwassen mensen. Oh, en dan maak je hem vast met die veiligheidsspeld. Wie gaat zo gekleed naar een carnaval? Ik niet, hoor. Mij echt niet gezien. Moet je wel echt lef voor hebben. Denk niet of ik die heb. Nee, ik ook niet. Oh, dat zijn er een aantal. Oh, ik wil ook een prinsesje zijn. Kijk dan, een prinsesje met dit. Een... Wat is dit voor... Wie is dit? Dit is een draakje, toch? Dat is een draakje. Kijk hoe schattig dit is. Past niet eens op mijn hoofd. Oh, jawel. Jawel, maar dit vind ik echt leuk. Voor welke leeftijd is dit dan? Deze is voor 3 tot 5 jaar. Oh, dat kunnen wij helaas niet aandoen. Net niet meer. Net niet. Zusje ook net niet meer, die is 12. Maar... Oh my god, maar ik vind het echt heel erg leuk. Hé, jij bent helemaal de fashion chick, hoor, met deze kleuren. Even een Insta-fotootje maken. Ja. En dan hebben we hier nog een zeemerminnetje. Dit is helemaal mijn ding, jongens. Dit is zo leuk. Hé, hey, toen ik vroeger een kind was, waarom had ik dit niet? Ja, deze vind ik ook wel heel leuk. Ik wilde deze altijd een zeemerminnetje zijn. Heel cute zo deze. Zo schattig. Maar echt, ik vind deze echt super leuk. En deze is €3,49. Dus het is echt... Echt niet duur? Nee, totaal niet. En deze is dan iets duurder die ik had. De prinsessenjurk, of tenminste, de unicornjurk. Die is €5,95. Maar ik vind het mega schattig. Ja, super schattig. Maar ik vind het wel echt het geld waard. Want je krijgt en een haarband en een jurkje. En dat ene andere wat je al kwijt bent. En hier krijg je ook deze erbij. En als het goed is, volgens mij ook een staart. Vinden jullie hiervan? Wat schattig! Oh, wat schattig! Wat is dit? Oh, dit zou ik wel echt... Dit zou ik wel aandoen, hoor. Nee, geen... Ik dacht, wat is het? Ik ga erin. Oh nee. My god, het is hilarisch. Ik ga stuk. Kan ik nog iemand versieren met deze oortjes? Ja, zeker, zeker. Hé, dit is echt super cute. Maar wat is dit nou? Dit is geen konijn of zo. Een flappy. Een flappy? Ja, een... Ik zou niet weten hoe ik dit moet noemen. Het lijkt ook een beetje op een Pokémon of zo. Toch? Ja, die van Pokémon. Ja, maar dan, hey, maar hoe werkt het nou? Ik snap er ook niks van. Ik zou denk ik wel eerder voor jouw kleur gaan. Want ik denk dat dit... Ik heb zeg maar best wel altijd foundation op en make-up. Ik ook. Ik denk dat dat ding dan op een gegeven moment helemaal bruin is. Ja, klopt. Plus, als je naar een carnaval gaat, straks krijg je een of andere rood drankje over je heen. Nou, loop je daarmee. Of bier. Want dus bij gooit iedereen een carnaval bier op. Ja, toch? Dus dan zou ik misschien toch wel eerder voor grijs gaan. Ik zou ook eerder voor deze gaan, maar echt hilarisch. En hij kost €4,69. Dus superleuk. Ja, echt heel erg leuk. Oké, next one. Oh my god, het is weer echt een heleboel. Oh, wat hebben we hier allemaal? Oh mijn god, een politiepakje. Ik ga stuk. Oeh, dat vind ik wel stout. Het stout? Dat vind ik wel leuk. En dit is wat heb jij? Verpleegster? Oh, een verpleegster. Hé, hey, hoe heet dit ook alweer? Wat is het ook alweer? Dit is zo'n... Kijken. Aladdin of zo. Ja, zo'n soort Aladdin dingetje. Jeetje. Nou, oh, dat is wel echt grappig. Maar welke vind je het leukst van de drie? Ik zou dan wel gaan voor politie, denk ik. Ja, ik vind ook wel denk ik. Ik vind hem ook echt Ik vind jou eerder meer voor dit.
Nee, nee, dit vind ik echt niet zo leuk. Nee, politie is echt leuk. Maar weet je wat? Ik ga deze gewoon aantrekken. Deze vind ik ook echt leuk. Want dit is wel iets meer voor jou. Ik ga voor dit gaan. En deze zijn €9,95. Dus ook echt een goede prijs zo daarvoor. Ja, let's go. Let's go. We gaan het aantrekken. Woef. Dat was mijn special. Back. Ja, maar weer back. Nee, ik vind dit serieus echt heel leuk bij jou. Ik vind die kleuren hier ook heel leuk staan. Ik vind dit dus echt heel erg leuk bij jou. Ja, ik zou dit toch niet zo snel bij jou. Ja, niet, nee, ik snap het wel. Nu je het aan hebt, denk ik, oh ja, het past wel echt meer bij jou. En ik ben inderdaad wat liever en schattiger. Ja, maar we kunnen nu wel een keer dit jaar proberen om toch te gaan. Ja, precies. Qua prijs en hoe leuk het is, vind ik echt niet duur. Ik ook niet, want je hebt en een petje en een heel jurk en alles erop en eraan voor €9,95. En ik heb dit en een broek. Normaal gesproken is het echt heel duur, dus dit is echt een super goede prijs. Ja, zeker. Oeh, oh my god, dit is ook zo heel schattig. Leuk. Dit is echt leuk. Dit maakt altijd wel een beetje, als je dan net niet echt je outfit aan hebt, dan maakt zo'n bril het altijd wel echt af. Ik heb wel echt de leukste gepakt, want ik zag het nog even snel. Je hebt het expres gedaan, hè, bij deze. Ja. Ik zou dan wel die eerder voor de aardbei gaan, denk ik. Want dit is meer voor een jongen, denk ik. Hé, dat is echt hilarisch, toch? Kijk, je moet over de top gaan als je naar carnaval gaat. Je kan daar niet aankomen en dan net niet. Je moet er echt gewoon... Je moet volop gaan. En deze kost echt maar 79 cent. Echt waar? Dus dit is echt super goede koop. Next nou, one. Zo, we hebben weer twee dingetjes. Oh my god, ruiken. Dit is wel heel geestig hoor. Oh my god, dit is hilarisch. Maar dat is inderdaad ook 100% carnaval. Kijk nou. Wacht, ik snap hier niks van. Nu al niet. Oh, zo. Ja, dit is echt toch top. Kijk, ik lijk wel zo'n wildebras. Wildebras. Normaal kwam ik altijd zo leuk met haar, maar hier kijk wel een blauwtje. Wacht even hoor. Heb je hem niet verkeerd? Of je moet inderdaad echt zo gek gaan, of je moet... Je hebt hem verkeerd. Wacht even. Gaat wel weer lekker. Hoe werkt dit? Je maakt op carnaval ook niet meer uit hoe die zit. Dat ziet dus niemand meer, hè? Als hij maar op je hoofd zit. Als hij maar op je hoofd zit. Oh, maar dit vind ik heel erg leuk. Ja. Hé, wat kost deze nou? €2,44 volgens mij. Oh, dat is echt een goede prijs. Wacht, dat is echt leuk. En dan een brilletje op B voor €3 kan je naar carnaval. Nou, ik zeg doen. Maar het is wel gewoon extra over de top. Maar het is wel verschrikkelijk lelijk eigenlijk, toch? Nee, maar het is gewoon deze gek, maar dat moet je ook gewoon zijn. Maar deze niet, vind ik oprecht Ik denk nou leuk. Niet van, oh, dat doe dat ook maandag naar werk aan. Nee, dat zeker niet. Nee, maar sommigen zijn er zo gek voor, die doen het hoor. Oh, jawel. Casa de Papel, mijn lievelings. Mijn lievelings. Het is echt zo leuk als mensen zeggen, ik heb nog nooit serie gezien. Dan ben ik gewoon jaloers. Allemaal kijken trouwens. Niet allemaal meer. Kijken, echt hoor. Maar dit, oh mijn god, dit is echt leuk. Oh, dit is heel leuk. Hi. Ja, voor de mensen die het niet weten, het komt er dus op neer. Dat is een Spaanse serie. En ze gaan zeg maar een... bank overvallen, toch? Dan zijn dit, hoe noem je dat nou? Hun pakjes gewoon. Nee, maar hoe noem je die mensen? Die overvallers? Precies. Overvallers. Hier staan ze ook echt bekend om. Wacht even hoor. Dit is ingewikkeld. Je mag geen haar zien, want je mag niks zien van de overvaller. Want ze kunnen ook... Oh. Je weet dus nooit of het een man of een vrouw is. Ja, inderdaad. Oh, goed van jou. Wacht, ik zie helemaal niks meer. Nu weet niemand meer kaarten voor wie je bent. Ja, niemand weet meer wie je bent. Niemand. Hé, maar vind je deze heel leuk? Ik vind deze niet zo heel leuk. Nee, maar... Hij is super groot. Ja. Hij is wel groot, dat is waar. Maar ik vind het masker wel heel leuk. Masker ik vind is idee heel leuk. Wel echt heel leuk. Deze kost €3,99 en dat vind ik wel echt een chille prijs. Want als deze €9,95 was, dan vond ik het echt te duur voor wat het is. Ja, kijk, precies. Het masker is dan wel echt gewoon goed. Maar inderdaad, dit is wel denk ik aan het eind van de avond een beetje... Het is helemaal... Dit kan je zo de prullenbak in gooien aan het einde van de avond. Want het is een beetje papierachtig voor mijn gevoel. Kijk, dit kan je gewoon altijd bewaren. Dus die kan je altijd bewaren. Dus ik vind het voor, ja... Nee, ik vind het heel leuk. Ik vind het wel geestig om dit aan te doen. Hallo, wie ben ik? Geen idee. En dan ga je het balletje overvallen. Heb ik even een keer? Oh ja. Ik zie ook helemaal niet. Jouw herkennen ze helemaal niet meer. Ze weten niet eens van welke serie jij bent. Nu gaan we. Nee, wacht. Oh. Oh, oh my god, deze is zo schattig. Leuk. Oh, dat is wel echt cute. Kijken. Oh. Dit is echt cute. Ja, maar ik weet niet of ik dit snel zou indoen. Jij? Ik wel. Ik vind het echt heel leuk. Ik zou eerder dit doen dan zo'n hele pak. Oh, ik zo'n pak. Dat vind ik echt gek. Ja, echt leuk. Deze is maar 99 cent, hè? Kopie. Wat is dit? Maar dit is voor kindjes. Oh, het is voor op je hoofd. Maar het is opblaasbaar. Het is heel gek. Wat grappig. Ik ga het even uitpakken. En je denkt dat hij dan nog groter is of zo dan? Oh, maar kijk. Het is best wel groot. Oh, er zitten er ook twee in... Nee, er zitten er veel meer, dus veel meer mensen kunnen het ook gebruiken.
zitten er 1. Wacht, dat staat op de verpakking. 6 keer. Het is eigenlijk wel chill als je met een vriendengroep gaat naar een festival of zo. Ja, of en dan kan je elkaar herkennen. Ja, of gewoon kinderen, als je een kinderfeestje hebt, dat je een paar van die dingen kan, dan kan je ze juist herkennen. Want ik denk, als ik met mijn vriendinnen dit op ga doen naar au pair of zo, dat vind ik wel leuk voor jonge kinderen, of verjaardagsfeestje of zo. Dat is leuk ook ding. Of een verjaardagsfeestje. Een verjaardagsfeestje, ja. Maar zelfs op mijn dikke kop past het. Kijk dan. Hoe heb je het gedaan dan? Dus dat rode en... Die is handig. En dan ga je blazen. En blazen. Wat leuk. En dat is best wel makkelijk ook. Ja. Ja, ik denk als ik dit op open air aandoe, dan blijf ik wel single. Maar misschien voor een kinderfeestje, dan... Een kinderfeestje. Voor een kinderfeestje. Dat denk ik ook. Laten we bij een kinderfeestje houden. Yes. Oh my god. Je kan een sexy animal zijn. Kittig. Mr. Crab. Mr. Crab? Ja. Oh, die is ook wel heel leuk. En dit is toch echt gewoon hilarisch om gewoon... Dit is gewoon een grappig ding. Zeg maar, het is niet een hele outfit, maar het is gewoon... Het is wel grappig. Als je geen zin hebt in heel veel gedoe... Heel veel poespas, zet je gewoon zo'n dingetje op je hoofd. En dan ben je klaar. Je staart zo denk om je middel. Doe je deze en dan heb je gewoon zo'n lekker dingetje aan je... Lijkt me echt raar om een staart te hebben. Sorry, even een willekeurige gedachte door mijn hoofd. Oké, maar dit is wel echt grappig. Spannend! Wat zou het zijn? Hé, wat groot! Zijn er twee. Oh, die is heel leuk. Deze gaat mee naar huis vandaag, hoor. Kijk, dit is een konijnenpak. Maar wat is dit voor pak? Dit is een soort van glimmy. Het is gewoon gebruik je eigen fantasiepak. Oh my god. Dit is wel een onesie, dus je hoeft zeg maar niet... Het is echt een broek en een top zeg maar in één pak. Dus. Wat dus niet handig is als je heel de avond bier gaat drinken. Nee, maar je ritst hem wel volgens mij makkelijk open. Dan hoef je... Ja, je moet Oh, dat is wel chill. Maar als je dus dit gaat aantrekken... Wacht, waar is de gaat iedereen de hele tijd aan dat kontje zitten. Aan dat kontje zitten. Ja, maar naar het feestje kan je het gewoon uitwassen en dan is het gewoon je pyjama. Dat is wel chill. Dat is wel echt lekker inderdaad. Dat je gewoon lekker... Dat jij zo lekker naar je vriend op de bank gaat zitten met dat outfitje. Met zo'n staartje inderdaad. En dan doe ik deze aan op de bank. Ik zeg laten we het gewoon snel laten aantrekken. Aan we zijn zo terug. Oké. En daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Oh my god. Ik vind deze oprecht zo leuk staan. Die kleuren ook. Het staat je echt leuk. Het is een soort van flower power-achtig of zo, weet je wel? Ja, echt leuk. En wat is het voor mij? Ja, ik vind het ook heel schattig. Het is heel schattig. Ik zou niet naar een feest aantrekken. Ik denk dat iedereen wil knuffelen. Oké. Oh ja, met die oortjes er ook zo bij. Dat maakt het allemaal weer soort kittig of zo. Maar ik vind het ook wel leuk. Ik vind het echt heel leuk. Hier kan je gewoon een lekker Instagram-fotootje mee maken. Hoor. Ja, ik denk het wel. Ik vind het wel echt leuk. Want dat politieoutfitje, dat zou allebei nog kunnen. Maar het zit dus meerdere dagen. Dus. En hoeveel zijn deze ook alweer? Deze zijn €11,95. Dus, maar ik vind het echt 100% prijs waard. Wat jij. Ja, ik ook. Ik vind het echt mega. Deze is zo zacht. Zo lekker. En deze vind ik ook heel erg leuk. Oké, next one. Oh mijn god, dit is zo leuk. Dit is echt wat voor jou. Dit is een aanvulling voor mijn leuke pakje. Ik vind deze echt vreselijk. Oh, wat heerlijk. Nee, ik denk echt dat ik dit jaar naar carnaval ga als ik het zo zie. Dit is toch echt hilarisch. Deze is echt heel cool, serieus. Hoe leuk zijn deze? Dan mag je deze ook houden van mij. Ik vind deze namelijk niet zo. Ik zou het echt nooit van mijn leven dragen. Oh, ik wel. Het is te... Nou, ik normaal gesproken echt niet van de petjes ben, vind ik deze wel echt top. Oké, oh my god. Dit is leuk. Ben je meer van goud of zilver? Ik ben meer van zilver. Ik vind goud wel heel mooi, maar zilver, dat zou ik dan eerder... Maar wat ik wel vind, ik vind deze super leuk. Alleen, ik vind die petjes bijvoorbeeld... Jij zou eerder voor dit gaan. Ik zou weer eerder voor de petjes gaan. Want dit vind ik dan weer minder carnaval. Dit zou ik eerder opdoen naar een gemaskerd bal of zo. Ja, precies. Ja, ik snap het wel. Eerder zou ik voor carnaval lekker gek vinden. Dit vind ik dan meer een gemaskerd bal. Ja, maar dit kan toch ook lekker gek met een pruik of zo? Oh ja, dat kan wel. Dat je op die pruik vastbindt. Dat is ook wel leuk. Ik vind deze echt leuk. Ja. En deze zijn maar volgens mij 79 cent. Ja, dus dat is ook echt super goedkoop. Nee, ik vind deze echt leuk. Ja, ik vond het heel erg leuk. Het is hysterisch, kleurrijk, maar echt fantastisch. Ik vond het ook echt heerlijk. Wat is jouw favoriete item? Dit is zeker jouw favoriet, of ja, niet? Ja, ik vond deze wel heel erg leuk. Ik vond dit heel erg leuk. En ik denk ook wel het politiepakje. Maar ik vond het eigenlijk allemaal wel leuk. Ik denk dat ik dit jaar gewoon naar carnaval ga. Ik denk het ook. Dus laat ook even zeker in de reacties achter of jij naar carnaval gaat en wat je dan met carnaval doet. Ik ben wel benieuwd. Mocht je deze video's nou heel erg leuk vinden, vergeet dan niet te abonneren hieronder op het kanaal van Action Nederland. En hopelijk tot de volgende keer. Doei! Doei!